Mitchell, we staan hier in Assen met jouw wagen. Klopt, ja. En Scania hoeveel? S500. S500. Ja, het staat er niet op. Nee, ik zat even te kijken. Nee, klopt. Ik zie hier wel Cepers. Dat is mijn achternaam. Ja. En dit is een lichtbakje, of niet? Ja, die is verlicht, ja. Dus jij rijdt met je eigen naam verlicht rond op je truck? Ja, ik ken ze wisselen, dus ik ken ook andere erin zetten. Jij hebt ook nog andere? Ja. Kijk. Klopt, ja. Hey, grote boelbar. Ja. Lichtbak, lampen. Is dit zo helemaal hoe jij het helemaal afvindt? Echt mijn droomauto, hoe ik hem wilde hebben. Hé, nou valt mij meteen op in jouw zonneklep. Dat zijn oude R-serie... Oude zonneklep-lampen, ja. Want vind je de nieuwe LED-lampje niet mooi? Nou ja, er zitten wel LED-bolletjes in. Ja. Maar ik vind die authentieke lampjes toch even groter, even mooier. Oranje glas ook. Ja. Wat even meer eruit springt in het witte. Ja. Want verder zijn al jouw lampjes oranje, hè? Ja, alles is oranje, ja. Klopt. Hé, in de kleurstelling? Dat is gewoon... De bedrijfskleuren. Ja, hè? Ja. Vroeger hadden we alleen donkerblauw. Met grijs hadden we en toen... wat is het? Denk 10 jaar geleden hebben we het wit erbij gedaan. Ja. Allemaal lijntjes en die banen over de cabine. Ja. Boemerangs op het dak. Ja, in zo'n onderlip. Ja, nu staat natuurlijk de luchtvering omhoog. Ja, hij staat omhoog, maar ik ben helemaal... Maar ben je nooit bang dat hij eronder uitrijdt? Nee, ik hou er rekening mee. Ja, en, precies. Als je zo'n gekke laadkuil hebt of zo. Dan gooi ik hem omhoog. En, nee, ik heb voor de rest nog nooit wat mee gehad. Gelukkig. Hey, en van binnen? Ja, ik heb hem helemaal wit met blauw laten bekleden. Kijk. Een beetje de kleuren van... buiten naar binnen. Hey, en dan zie ik daar meteen... Ja, dat is mijn eerste auto. Daar ben ik mee begonnen. Bij de firma. Die is er niet meer, denk ik. Ja, die hebben we nog wel. Oh, nog wel? Die hebben we nog wel. Nog een soort hobbytruc inmiddels. Ja, dat is een beetje een koppelauto voor in de buurt. Als je dat gewoon aan de andere kant... Ja, af en toe. Maar niet, wordt niet dadelijk meegereden. Nee. Hoe hou je dat wit? Ja, elke maand gewoon bijhouden door de week. En elke maand een groot sopje er doorheen halen. Om alles echt schoon te houden. Ja. Heb je het zelf gedaan of heb je het laten doen? Nee, heb ik laten doen bij Special Interieur. Nou ja. Ik zie geen staande uitlaten. Nee. Zou je die willen? Nee. Ja, ik vond het, ik had het idee wel om het te doen. De opbouw is een jaar later erop gegaan, want ik ben eerste jaar nog mee gaan rijden. Maar uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Hey, en is die wel met een klep? Die is wel functioneel, ja. Ja. En geen lampjes in de lat? Nee. Vond ik juist strakker, omdat die lip dan zo, een beetje met die lijn zo mooi doorloopt. Hey, het is een koeler. Ja, klopt. Wat rij je ermee? Bloemen, planten vooral. En dan ben je de hele week van huis? Ja. Ook groente, fruit voor erbij, maar hoofdzakelijk bloemen en planten. Dan zie ik een spat op, wat staat erop? Life begins after midnight? Ja, mijn bloemen, planten zijn over 's nachts. Ja. Over 's middags laaien en dan de volgende ochtend nog bij de klanten zijn. Dus vandaar alle lampjes. Ja. Hey, wat heb jij in je kisten? Niks, mijn spullen die ik nodig heb. Ik heb ze niet bekleed. Maar en voor je werk gebruik je ze dan ook? Ja, of is ja. En nou zie ik meteen al jouw laadklep. Die is helemaal netjes gespoten. Maar die gebruik je wel? Die gebruik ik altijd, ja. Dus die is nu echt speciaal hier. Die is nu even opgeknapt. Normaal zit er wel schade op. Maar dat hou je niet tegen als je die klep op straat zet met die karren die ik moet lossen. Nee, precies. En wat staat er op deze padlap trouwens? Nighttime is the right time. Dus jij bent helemaal nachtritme. Dus dit is eigenlijk helemaal niks voor jou? De laatste week heb ik mijn ritme wel omgeschakeld. Ja. Maar omdat ik overdag dan aan die auto bezig ben. Maar... Hey, je hebt een mooie poetsclub verzameld, mooie, zo te zien. Mooie team die me allemaal wil helpen, dat heb je goed. Zit er al veel uurtjes in? Ja, hij staat al 4 weken stil. Kleding is aan het spuiten. Nou, één ding van jouw hele combinatie mag kiezen waar je het meest trots op bent? Ja, alle kleine details, de sneeuwvlokjes op de naven. Ik heb hiervoor een plaat laten maken. Dan heb ik ook die sneeuwvlok die op de bak staat ook weer laten verwerken en die is verlicht met plexiglas. Oh ja, kijk, dat zijn echt de twee details. Ja. Die is rood verlicht, denk ik. Ja, die is rood verlicht, klopt. Ja. Ja. Daar heb ik nog wielmoerdopjes, die moet ik nog oprijden, maar er zitten kleine roosjes op. Dat zijn dus echte details. Ja, echte kleine dingen die het doen. Is het gekke werk? Ja, maar het is hartstikke gaaf. Het is een eer om er te mogen staan. Ja. Het is echt wel een kroon op je werk waar je altijd mee bezig bent met je auto en zuinig op bent. Ja. Het is ook niet het nieuwste meer. Hoe oud is die? 6. Kijk. Ik zat al 7,78 op. Dus, Dat zou je toch niet zeggen? Zo nee, als je het zo ziet. Nee. Het rookwerk aan had ik er alles aan gedaan. Maar ik vind dat hij er voor mij zin goed bij staat. Ja. Nou, top. Hey, ik wens je veel succes. Hartstikke bedankt. Het Profile Truckstar Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Profile.